Electronic Arts begon het showcase event waar we vandaag zijn met de melding dat 2011 voor hen een heel goed jaar was, voornamelijk gedreven door FIFA 12 en Battlefield 3. En Battlefield 3 is ook meteen de basis voor de volgende shooter die EA op de markt gaat brengen, namelijk Medal of Honor Warfighter, dat gebruik maakt van dezelfde engine als Battlefield 3, namelijk de Frostbite 2.0 engine, en dat zie je. Frostbite 2.0 engine zorgt natuurlijk niet alleen voor eye candy, maar ook voor destructibility. Dat is een bekend puntje van de Frostbite 2.0 engine, dat hebben we gezien in Battlefield 3. En eigenlijk dezelfde mate van destructibility ga je ook zien in Medal of Honor Warfighter. Andere nieuwe dingen in de gameplay van Medal of Honor Warfighter is een nieuwe soort van sidewapen dat je hebt. Het is eigenlijk één wapen, dus je hebt je primary weapon en door hem te kantelen schiet je automatisch met je secondary weapon. Dus je hebt eigenlijk nog maar één wapen, dat is een feedback geweest van Tier 1 operator zelf. We spelen nog steeds de hoofdrol in Medal of Honor Warfighter. En die zeiden van ja, wij wisselen eigenlijk nooit van wapen. We hebben eigenlijk twee wapens op eentje gemonteerd. En dat ga je dus ook in de game terugzien. Hoewel EA het natuurlijk nooit op die manier gaat zeggen, is Medal of Honor Warfighter toch een beetje de concurrent voor Call of Duty. En dat is best grappig, want ze hebben dit jaar een feature geïmplementeerd die heel veel lijkt op iets wat al heel lang in Call of Duty zit. Namelijk Breach. Je kan in Medal of Honor Warfighter breachen doen. Wat ze alleen anders doen dan die andere shooter, zoals ze het zelf noemen, is je kan tijdens het spel allerlei verschillende soorten breaches vrijspelen. Een deurtje open doen, flashbang naar binnen gooien is een standaard, maar er zijn veel meer varianten. Wat precies, dat wilden ze nog niet vertellen, maar dat is iets om naar uit te kijken. Zoals ik al zei, draait Warfighter weer om de Tier 1 operators. En dat zijn eigenlijk de special units, de allerbeste. En het leuke daarvan is, in het eerste spel, in Medal of Honor, hadden we alleen de Amerikaanse varianten. Nou, die spelen nog steeds de hoofdrol in de singleplayer. Maar in de multiplayer ga je ook andere Tier 1 operators zien. Bijvoorbeeld uit Polen, de Britse SAS, Australische Spec Ops mensen. Heel veel verschillende landen, 12 verschillende units uit 10 verschillende landen, die komen samen in de multiplayer. Maar daarover horen we op de E3 pas meer. Tot slot nog even terugkomend op de Frostbite 2.0 engine. Een van de dingen die opvielen in Battlefield was dat hij er op de PC vele malen beter uitzag dan op de consoles. Zou je me nu vragen, zien we dat verschil in Warfighter straks ook? Dan zou ik nu gokken op nee, want dit is wat Rich Farley van Danger Close erover te zeggen had. Frostbite 2 is, you know, kind of an all-platform engine, so we're able to really take advantage of every single platform's best points. So yes, we're going to be able to push a lot more higher fidelity on a PC, and we're absolutely going to do that. But we're also really focusing on trying to bring, you know, the other platforms as close to the PC version as possible in terms of quality.